Die zou vies zijn, jongen. Ja. Die zou echt doorredelijk zijn. Ja, niet anders. Wat moet hij dan doen? De warpbok. Dat heeft hij al. Ja, dat andere heeft hij ook al. Ja. Dat wil wel lekker gaan. En daar probeer ik ook iedere keer uit. Hij komt opnieuw op een uitverteken terecht. Mag daar probeer ik ook iedere keer dat ding te doen, maar ja. Ah. Ik kan geen 3 of 4 items per beurt gebruiken. 17 munten? Doe normaal! Jezus. Kan hij niet op Bowser's Revolution komen ofzo? Zo, nou prima. Nou, dat is voor jou denk ik ook niet een helemaal fijn. Alleen voor jullie is dat ik denk een oordeel. Dat voor mij niet zoveel uitmaakt. Geluksvakje. Maar, huh? Ja, maar dat weet ik niet. Die is nice. Hey. Oh nee. Wat een nazi ben jij, zeg. Waarom? Jezus. Gewoon op de kutte. Dit is niet eens het idee. Dit is gewoon. Dit is gewoon nee, mooi. Dus het idee is gewoon kutte. Pretty much, ja. Yeah. Pretty much, ja. Hallo. Dat is een goede. Dat is een heel goed rolletje. Verdubbel je munten. 7. Dat is schön. Dat is iets, hè? Een minigame. Een minigame? Een minigame. Ja. Een ijsje. Roomba te kooien. Bijvangst. Ja, deze is gewoon deze schokken en van midden van de wijze staat. Dat is niet wild. Nee, ik ben sowieso niet de lul. Ja, ik wel. Ik kan, nee wacht, ik kan zo'n Mario eruit jenken. Laten we 1-1 dat we in ieder geval dat hebben. Dat wel goed timen. Oh, Mario, dikke doe de bal er. In ieder geval Mario eruit gejenkt. Joe. Bollen. But don't let them fall. Sorry, Milan. Wacht. Je, je maakt niet uit wat je ook doet. Jij neidt of mij of Milan. Dus, dat is een beetje een nadeel van deze game. Ja. Dat kan je heel goed tellen. Het is soms ook gewoon pech hebben voor wat anderen doen. Het zit ook een deels RNG bij, volgens mij. Want... Ja, het is gewoon... Eigenlijk is het puur afgunst. Dat is, eigenlijk... dat is het eigenlijk ja. Wel, ja. Nee, maar dat is het simpel gezegd ook. Want je kan... Op zich wel tellen, oké, als ik dat doe, dan ben ik tenminste veilig. Maar als het bij wijze van spreken 7 is, of 5, en je bent er maar met z'n drieën, kan je gewoon zeggen, oké, ik naar die persoon of ik naar die persoon. Ja, je bent gewoon nu wel geholpen. Ja, nee, precies. En dat is dan het ding van, je kan letterlijk bepalen hoe het eindigt. Ik heb je de hele tijd gegund. Godverdomme. Oh, gaat hij mijn knop drukken? Godverdomme. Bus is mooi weg. Leuk, hier de winnaar. Je gaat me niet naaien, hè, nu. Ik ga je niet naaien. Ik heb je 2 keer gegund, 3 keer gegund zelfs. Als we zouden werken met gunnen, dan snap ik niet waarom ik zo laag sta. Zegt degene die... Die 61 munten betaald om mij om een trump voorbij te gaan. Ja. Je bent niet goed. God, zou je een 10 gooien? Nee. Hij doet een Jordi-strijd, doet hij. Van geluksvakje naar geluksvakje. Meer geld zeker. 17 zeker. Ja, dat zal het zijn. Oh mijn god. We krijgen het ook nog. Een duelhandschoen, dat zal het zijn. Ik ga zo'n stereotype niet te filmen. Of nu precies komt iemand op een vraagteken, op een uitroepteken terecht. Nee. Jordi, gooi je 3? Nee, ik gooi een mooie 6. Dat is bij elkaar. Hey, Bowser.
Je hele kleine... Oh. Nou ja, pretty much. Doei, Bowser. In de blok, Bowser. Zo. Je gaat zeker zo met het geld van Mario jatten. Is wel, nou, hier zit iets geen moeilijke keuze voor. Wie zal het geld stelen? Nee. Ja, ik kom niet bij Boe. Je hebt wel je geld. Nee, het is altijd ongeveer net zoveel als een ster, bij wijze van. Oké. Okay. Nee, ongeveer net zoveel als een ster. Hebben ze 11, ik moet er 9, 10 betalen. Ja, maar ik kan sowieso niet betalen, dus dat is sowieso makkelijk. Nou, ik ben wel blij dat ik een ster kan jatten. Dat zou naai zijn als hij net te ja, veel coins op me had. Dag meneer Jo. Ja, als hij zijn niet hier komt, dan doe ik het maar zo. Precies. Dan komen we toch de volgende ronde. Hoppa. Let's go. Hey, let's go. Ah. Meneer, ga mee. Meneer. Oh jee. Oh god. Tackle trio. Achter die vier jutters. Nee. Touwtekken. Onze handen. Ik heb nog zo'n paar verklauwd kaart in een handje. Ja. Huh? Mario had niet zoveel zin om te doen te vandaag. Jezus. Luigie heeft gewonnen. Nee, dat is op leuk, Bowser. Ah. Bowser heeft gewint. Zo. Jezus. Communism. Jezus. Heb iedereen ongeveer 50, communism. Ja, natuurlijk. 3. What the fuck is dit voor een klapmogol? Hij staat op super moeilijk. Ik weet alleen niet wat er moeilijk aan is. Als je nu 50 hebt, ben je de lul. Top! Ik heb wel een barkpipe, dus van barkblok. Mm-hmm. Alleen Mario heeft het echt verneukt voor zichzelf. Ja. Dat dus. Ja, Mario gaat ook barken. Ik ben niet helemaal achter waarom hij dat heeft gedaan. Ik ook. En jullie gooit nu 1. Ja, zeker. Graag gedaan, Milan. Tot zover, tot morgen. En is eigenlijk die ster aan deze kant zelf de tunnel terug? Lekker man. Ik zou wel een duel willen doen met Mario voor 100 muntjes. Oh mijn god! Nou, ja, zo schiet het wel op. 3 man gooit 1. Mm-hmm. Kon dat wel? Nee. Nou, dit keer is Bowser bijna niet te missen. Meneer, ga mee. Aardig wat minigames voor 4 vandaag. Mooi. Lekker toch? Zwemmen en run. Oh, zwemmen en run. Deze. Oh, sorry. Is het belangrijk? Ja. Oh. Wat een nazistreek, zeg. Nou, jullie. Ja. Hoe dan? Ja, ik was erbij, maar ja. Gewonnen. Niet heel eerlijk, maar oké. Okay. Gewonnen. Hij heeft wel de muntjes het hardst nodig. Ja, inderdaad. Er zijn gewoon 317 muntjes bij iedereen bij elkaar. Jezus. Jezus, wat? En weer terug. Oh nee, wacht. What the fuck? Wat is die Mario aan het doen? Luigi heeft een ster gekregen. Gekregen ook. Ja, en dit zal dan raar zijn, hè? Volgende beurt gebruikt hij de warblok. Ja, maar. Die kans is nog aanwezig. Sorry. Jordi 2, alsjeblieft gooi 2. Kut. Waarom gooi ik die warblok niet? Dat was het Bowser's Revolution geweest. God, wie zal het er geld jatten? Degene die het beste heeft. Ja, de. Jezus, wat een geld. 3 muntjes. Had ik 20% was ik online. Wauw! Savage! Dat is een wereldbeet, ja.
goed gespeeld, Mario. What the fuck is dat? Wat op had je goed gespeeld, daar is niks goeds gespeeld aan. Oh, communisme. Basis revolutie. Communisme. Of verlies al je punten. Nee, waarschijnlijk, ik sta al achteraan, ja, omdat ze zegt van, oh nee. Ja, communisme. Ja, nee. Ja, ja. Gaat. Gaat. Ik denk dat ik een klein beetje maar op achteruit ga. Nou, ja, ik moet ja. Ja. Zo, Mario. Nou, hoeveel ga je op achteruit? Ah, 13 punten. 13 is het dus. Nou, dat heb ik er wel voor over, hoor. Mm-hmm. Ja, prima. En dan 1. En dan 50. Wat luigen hier. Oh, chance time. Oh nee, we gaan er. Nou, ga nu maar de munten wisselen. Doe maar. Mario. Luigi. Geef me geld. Wisselen. Wow. Hé, hey, dat is exact hetzelfde als net. Waarom? Ja. Nou, dat is niet veranderd. Wel dan die cutscene. Ja. Ze waren ook niet heel blij mee. En bonus zei straks, how many times on chance time? Ja. Alsof er nog niet genoeg geld in het spel is. Ja. Justin wordt wel echt boos als het zo is. Die haat het omdat er zoveel geld in het spel is. Oeh, dat was een slechte beurt. Ah, kut. Oh. We zijn er klaar. Je had nu alles. Ja. Very sad. Nou ja, 18 is ook goed. Dat is waar. Ik wil zeggen, dat... Very pochtje. En jullie gaan het toch allemaal uitgeven alweer aan het wompen, dus... Ja. Ook gewoon gelijk, allebei eerst ook gewoon. Roffel. 1-1. Warblok. 1-1, kut. Ik snap niks van deze. Zo, het doet wel pijn van mij. Hij is gewoon zijn verdubbeling aan munten kwijt. Dan wil ik weer de helft van zijn munten kwijt. Je hebt een ster gekregen. Je weet wel dat hij het zo ook op die manier gekregen heeft, hè? Ja, dat klopt. Oh, geluksvakje. 17 munten. Al je munten verdubbeld. Wat heet dat met munten vandaag? Zeg, jezus. Er zijn aardig wat munten in het spel, ja. Ja. De gaai. Hé. Hey. Nice. Monies. Actievakje. Bowser. Wat denk jij dan? Hij gaat ook chance time. Daar ging wel. Nee. In een blok? Ook niet. Dat was ook nog een lucky space. Ik denk van oké, nou ja, dan heb ik 2/3 kans of op chance time of op lucky space. Maar ja, beide zat er niet in. 3. Hij komt niet bij 3, hè. Hey. Prima. Lek 12 munten. Lek. Je zat eerst in. Lek. Oeh, dubbele coins. Help me niet game. Help me niet game. Wat een gezeik. Ah. Bokkie Pummel is het vak. Ipun. Deze. Ah, nee. Het leven. Is waar. Ik ben slecht in deze minigame. Hoe is dat voor? Niet heel ver. Jawel. Hey, ik ben nog opgeslurpt ook. Met derde. Heeft het nou echt Button Mission echt veel nut? Nee. Oh. Daardoor kom ik wel achteraan te staan. Dat is echt helemaal niet normaal. BAM!
En het vel is weg. Oh, de laatste 5 turns. Mes nog maar. Ja. Beurt mes, beurt mes, beurt, 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 beurt. Sheep Sheep zegt, ja, Yoshi wint. Luigi wint. Dat is lief. Hier, Golden War Pipe. Een boebel. Stel je altijd van Mario. Ja, is de vraag. Waar krijgen, kunnen we eigenlijk een boebel krijgen? Een shop. Maar ik heb nog nooit een shop nu gezien. Nu pas, hè. Nu kan je hem gebruiken. Oké, okay, wat ga je doen? Bij mij. Ja. Dit is gewoon pure manipulatie. En dan gaat ook nog Steljat en zo, hè? Ja. Dat doet hij waarschijnlijk weer van... Voor mij. Van jou. Typisch wij, hè? Godverdomme. Hey, Nando! Godverdomme. Nou, wat ga je doen? Ik ben het gevaar niet, hè? Nee, ik ga het vorm van Mario, dat weet ik. Hadden we ook afgesproken. Mooi. Hij gaat sowieso van mij af. Ja, nu niet meer, maar nu ga ik eerst en dan gaat hij van mij. Dan gaat hij weer terug. Nou, veel plezier ermee. Ja. Het is een beetje een jatfestijn vandaag, of niet? Zo hoort het ook. Want je hebt nu 4, hè? Ja. En je gooit ook nog 4. Ik krijg ook nog eens 4 sterren nu. En je krijgt 4 munten. Poggers. Nou, barstoel is 5, dus ik zit daar geen minuut in. Oh, thanks for thinking. Ja. Ja. Ik sta er toch, dus. Chenstein. Dat is geen Chenstein. Jammer. Dat is... Een hele blokko! Nee. Malugi. Nice. Oh, maakt niet uit. Ik wist niet hoe erg die er nog grappig was. Maar dat doet je van het wel grappig. Ja, maar die vindt alles grappig. Ja. Betalen! Ja. Niet al je coins, dat valt tegen. Ja, goed, die dieven. Zo, ik heb hier ster, extra ster, meeste coins aan de tromp verspild. Mooi, even zoeken, jezus. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-da. Klapband. Dat is deze. Oh god. En meneer Jo is degene die hem beweegt. Shit, ja. Daar kan ik niet zeer van doen, ik zat vast. Waarom je kan het, ik geloof in je. Want hij gelooft. Ja. Wat? Ik denk naar links! Ja. Oh, daar was de finish! Ja. Ik had hem sowieso, what the fuck? Prettig. Kut, sorry. Very sad. Very sad, very pog. Nee, niet very pog. Very sad. Ook zeggen. Very pog. Veel sterker. Nog 4 rondes. Kijk ook nog een lucky item. Fuck jou, Mario. Krijg de vinken. Ik heb ook een flashlight, hoor. Gekregen. Gekregen. Gewoon. En dan krijg je dus zeker al zijn geld terug. Een golden pipe. Ja. Nou, op zich zou je een golden pipe hier best in kunnen stoppen, hoor. Ja, dat is lastig. Ja, kan wel, kan wel. Je kan weer voor een boebel gaan in de shop. Oh nee, als ik weer heb, hè. Fuck off dan. Oké, denk dat op het gotief met je pleuris komt. Wel de minst gunstige. Ja, dat wel. Wel een item. Ja, boebel. De boebel. Zo, dan ga je hem gelijk weer terug, Jatten, zeker. Boebel incoming! Nee. Ja, sad. Daarom zeg ik ook, voor mij is het best moeilijk om te krijgen. Shop, die shop links. Daar gaat Maya natuurlijk ook naartoe.
netjes. Ik weet niet of je dat vergeet. Ja, dat ging ik voor. Je merkt wel, als je als laatste de beurt doet, dat het echt lang duurt. Yep. Oh mijn god. Hoeren met toeter. Zit hij te lachen? Godverdomme. Dit hering, had ik 2 sterren in 1 beurt kunnen krijgen? Ja, en nog geen. Jawel, natuurlijk wel. Ik kan toch van Mario jatten? Hallo. Fuck off met je bloedkop. Ah ja, dat is nog even als je goed had gegooid, ja. Dan komt Bowser terecht. Oef. Bowser Revolution zou ik ook best wel waarderen. Ik niet. Al je geld. Je ster. Nee, dan ga ik echt janken, jongen. Ja, dat wordt hem sowieso. Dat wordt hem sowieso. Wat speelt uit? Kut, sorry. Oef. Boeren. Wat een gezeik. Ik zal de 2e keer. Ja. Bowser verzamelt graag sterren in zijn vrije tijd. Dat doen Bowser wel eens. Hoe peddelen? Ja, dan hoeft jullie weer niks te doen en dan krijgt hij helemaal geld. Oh, deze hebben we nu geleerd. Ja. Ja, dat zou nooit veel verschil hebben. Nee, dit ging aardig gelijk op. Maar ja, jullie voor het geld hoef je het ook niet te doen. Welk geld? De stopbetaling. Dat is toch niet. En de Mario dan! En 6. Bowser, lever ster in. Bowser deelt uit. Er staat erop. Ook goed, dan kan hij in ieder geval geen ster jatten. Hij staat daar. Als je een boel wel kan kopen. En jij vindt 1. 2. Oké, gelukkig. 1-1. Dat is geen 1. Savage. Dat is 1 voor de ster. Dat is een 13. Ja, die tol is gehalveerd, hè? Je kan het hebben. 31 muntjes? Ja, je zal het moeten ondersteunen. Oorspronkelijk was 61. Nee, het is 11 tot de ster. Met 10 dan verandert de ster van plaats. Ja, dus ik zou het niet doen. Nee. Jammer. Ik had gehoopt dat je door had, dat je niet door zou hebben. Komt zelfs nog op het uitroepteken terecht, dat zou echt een gillen van de. Dat zou wel grappig zijn, ja. Maar dan kan ik beter niet 31 muntjes halen. Nee. Wel een potje is dit, zeg. Ja, mooi. Ze betaalt geld gaat in dit potje om het weer in. Zo. Maar hey, Bowser. Oeh, die band die staat je al goed. Ja, voor de helft van je coins. Oh. Ja. Naar een andere eiland. Nee. Ja. Ja, ik word opgeblazen naar een andere eiland, ja. Hey, Harm, hey je. Hey, jullie, hey hier. Wat een gezelligheid hier. Ja, mooi man. Echt, als zo'n Mario maar niet wint, ik vind alles bijna goed. 1. Gelukkig. Nou, jullie ook zo meteen een ster van Mario jatten. Toch? Jij denkt dat ik 2 gooi. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, denk ik niet. Ik denk 2 keer 1 en dan is de game klaar. Zo, dat zou pijnlijk zijn. Dat zal echt heel pijnlijk zijn. Ja. Laten we even kijken. Ik heb wel zitten te klooien met die tol. Ja. Maar voor de rest is dit niet echt mijn game vandaag. Ja, daar kies je zelf voor. Nee, met de tol is 1 ding. Wat de rest allemaal gebeurt is een ander. Ja, oké. Okay. Maar voor de tol, dat is nee, de tol doe ik zelf. Maar voor de rest is echt niet mijn game vandaag. Pogo Disco. Meneer Jo is. Oh god, dit wordt een rare, denk ik. Ja.
Kut. Milan, let's go. Maar voor mijn gevoel draaien die dingen bij hem veel sneller om. Ja, dat is ook. Nice! Yeah. Zo, dat laatste strip, dat laatste schoentje. Dat was echt een paar centimeter gewoon. Gewonnen! Gewint. Gewint, gewoon gewonnen. Wordt wel spannend. Op zich. Weet je wat jullie, als Jordi de ster van Mario had en Mario krijgt geen ster meer. En Jordi, stel je voor, Jordi wint dan beide bonussterren, heb je alsnog gewonnen. Ja. Golden Warpipe. Oh, fuck off. Hij staat godverdomme hier. Hij staat al aan jouw kant. Ja, 17 munten. Ja, dan krijg je 17 munten natuurlijk, omdat hij de laatste is. Godverdomme. Wat een gezeik. Ze proberen het ook niet te hiden, dat ze... Nee. Jezus, man. En nu gooi je 2. Dat is geen 2. Dat is een beetje veel ook eigenlijk. Oh! Oh. Waarom... Oh. Dat wil ik echt niet gebruiken. En uiteindelijk komt iedereen op mijn privé eiland terecht. Hallo, ik zit bijna langer op dit eiland dan jij hoor. Ik zit al vanaf, sinds dat ik de overkant heb gehad, ben ik niet meer terug geweest. Nee. Ik zit langer op dit eiland dan jij. Ja, Jan Punt. Het is mijn privé eiland. Omdat je zo ton te veel geld wilt betalen, wil je zeggen. Ja, precies. Weet je, ja trouwens, als je zoveel geld gaat, Mario niet meer halen, laat maar. Nou, dat zeg je wel, maar het is één ding wat hem nog kan helpen. Bowser's Revolution. Nee, 2 keer munten. Jullie gooien 3. Nou, wat zei je nou? Nou, Jordi heeft ook een ster. Jordi is op boord. 119, maar maakt niet uit. Milan, als jij nu de minigame bent, kan je de ster van Mario jatten. Ja, daar Nee, ik kan geen ster van Mario jatten. Ja, als je de minigame wint wel. Oh ja, want dan gaat hij gouden pijp zo gebruiken. Ja. Ja, en anders wordt het toch een van jullie, boys. Hoezo? Ja, als ik daar kom en ik kan geen ster van Mario jatten. 81 muntjes! Die verdien je. Wil je sticker, alsjeblieft? Wat is deze man? Ik wil graag meer stickers. Hey, 15 munten! Hoeveel geld zit er nu in die troms? Aardig wacht. Ja, jezus, dat wil je niet eens weten. Chance time? Nee. Lucky. De game is vandaag niet echt heel erg gierig met zijn geld. Oh, dit nog. Geldjutters, zandkolk. Golfslag. Ja, die heb je gewonnen. Oh. Hoe moet dit? Even kijken. Haast is klein en double jump is hoog. Ik ben eraf. Dit is een tactiek. Nou. Ik wil de Mario fuck op het laatste stuk. Wat je het beste kan doen is ground pound en dan daarna gelijk een hele korte jump erachteraan. Dat is de snelste manier. Ik vind het een kut minigame. Ach ja, je kan een ster kopen zo meteen. Nee hoor, want ik sta achter die ster. Oh, de laatste ronde ook gewoon. De laatste dus de enige ronde. De gouden buis. Nou, gelukkig heb ik niet genoeg geld om nog eens te krijgen. 0. Min 1. Van wie gaat die geld? Ja, hij gaat sowieso geld voor mij achter, dus. 0. Dat denk ik ook, ja. Ja, omdat ik fucking 15 minuten meer dan jij heb. Boe. We kunnen het hele spel nog fysiek om door Chance Time te komen en alles daarna naar Mario te doen. Nee.
Kan ik vier coins van hem lenen? Luigi. Ja, misschien win je wel door dit. Chinstar. Kijk, weet je, als ik echt zou willen winnen, had ik natuurlijk van jou moeten stelen, maar... Ja, dat zou wel dat zou een hele dikke naaistreek zijn geweest. Sowieso, nu. Echt, als dit op zeven coins beslist gaat worden, word ik lijp. Dan word ik echt helemaal gek. En dan nu op rood terechtkomen. Hit een blokko! Nee, er is al iemand op terechtgekomen. Savage. Nou, jullie je laatste turn, wat is het? Dus heel typerend. Heel typerend. Zoals ik al zei, mij maakt niet uit. Ik word toch naar de game, dus. Oeh, over de chance time. Oh, dat mag. Ja. Nou, lekker. De laatste mini, ga mee. Oh. En typisch. Niet bij elkaar. Oh, dit is. Zoals ik zei, typisch. Je favoriete mini, dit heeft net zoveel zin in. Ja, dik gewonnen. Ik ben nu echt benieuwd naar die schotmatte bonus tegenwoordig. Ik denk wel dat ik de meeste minigames heb gewonnen. Dat denk ik ook, ja. Meeste geld, dan wint Mario. Op geld wint Milo als het gelijkspel heeft. De minigame bonus Milo. Ja, die Milo heeft gewonnen. Die moet toch voor mij zijn, dat kan niet anders. Ja, Milo heeft al gewonnen. Actiebonus, die is niet voor mij. Nee, die is niet voor mij. Jordi. Oh, wat? Easy win! Oh, fuck off. Fuck off. Ik heb je 3 keer gegund. Ja, dat is waar. Au. Ik wil toch even kijken voor die actievakjes, want ik land er ook aardig wat vaak op. Luigi is de winnaar! Hup, jij Luigi. Jij bent een superster. Dat klopt, ja. Dat weet ik. Mooi, dan mag ik roken. Ja, ik maak gewoon iets makkelijks dan. Oké, wat is hem? Yo, die minigame bij oh wacht, minigame nou ook bij. Oeh. Hè? Huh? Wacht, je hebt minigame star heb je gewonnen, maar. Ja, dat zijn de aantal in minigames behaalde munten, maar het gaat echt om de aantal minigames gewonnen. Alleen dat kan je niet zien. Qua munten maken. Dit maakt niet uit. Dus. Ja, dat komt die ene minigame met 40 coins verdubbeld kreeg. Heb ik de meeste stappen gezet? Wat? Ja. Oké. Ja, zo, bij een lot ook. Oké, Milanus. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Tot de volgende keer. Adios amigos.